Papa is Sven. Hij maakt bij Bakkergie de mooiste taart ter wereld. Vier of ooit gedacht dat het minder aardig zou vinden. Maar nou dat het zo weird is, ik heb het er toch wel een beetje zwaar mee. Ja. Het dorpsschooltje van Laaf. Ja, samen. Gaat ze in de rij zetten, meester. Roger is schooldirecteur. Hij heeft in geen 25 jaar voor een klas gestaan en zeker niet voor eentje met kleuters. Maar Roger is zich helemaal aan het uitleven. Mark doet ook zijn best. Ja, nu gaan we de muts opzetten. Het mannendorp Lafeld schiet in gang. En ze pakken het benefiet groots aan met een loopwedstrijd, voetballen met ex-Rode Duivels en wielerduels met bekende koppen. Ze vergeten de kinderen niet en zorgen voor een springkasteel. In de krantenwinkel van Guido worden koortsachtig flyers gemaakt. Het wordt een feest voor en door mannen. Maar in de keuken moet Guido eerst een minder feestelijk praatje voeren met zijn dochter Kirsten en Lambert ertussenin. Kirsten is de oudste vrouw in huis en ze trapt op de remmen. Papa, ik ben hier dus een halve dag weg. Een trailkast staat hier vol, trek echt op niks. Hè. En de was is nog niet gedaan en nog is nog niet gewinkeld. Ja, en nu bekijk je mij. Bekijk je alleen maar naar mij. Bekijk je alleen maar mij en bekijk eens naar mijn partner. Ja, maar jij moet er niet onderuit mij zijn om toch over hem te beginnen. Die man staat hier ten dienste van mij. Dat is zeker, dat is de afspraak geweest. Nu geloof ik toch niet. Dat zou mooi zijn. Als hij hier bij mij op mijn kot wil zitten, dan moet hem ook maar via de regels van het huis werken. Ik zit wel niet met mij. Maar we gaan flyeren nu. Je gaat er zo niet staan, hè, gisteren. Maar papa, dat zal ik toch wel zelf bepalen? Nee, ik vind dat niet. Nee, ik vind dat ze geen oogje voor daar gaan te flyen. Ik moet wel met haar gaan staan daar, hè? Ja, jij hebt er echt niet mee. Ik vind het echt niet dat te zeggen. Nee, echt niet. Dat is het ook. Het zieke bedamdel, dat heeft toch geen affect, hè? Jij moet mij dat niet zeggen dat ik dat moet doen, hè? Ik zal het wel dan zelf doen. Kom. Prima. Ik ben er klaar. Ik ben er klaar. Ja, trek jij iets anders aan. En dan is papa ook gerust, hè? Na de kleine aanvaring met haar vader rijdt Kirsten met Lambert naar de buurdorpen om er strooibriefjes uit te delen. Dat is wel een bakje voor u, hè? Ja. Zelfs Nederlanders zijn welkom. De mannen in uw omgeving. Mannen. Mannen. In Lafeld moet iedereen meehelpen aan het benefiet. William en Jaak moeten bordjes schilderen met daarop het woord mannendorp. Ze hebben het meteen lastig met de schablonen. Eén man vindt een lekkend springkasteel nog veel leuker. Voor één man zal de loopwedstrijd een huzarenstuk worden. Dit is Luc uit Lafeld. Luc herstelt van een zwaar verkeersongeval. Hij komt van erg ver. Zijn vrouw Denise is minstens even moedig als hij. Het is eigenlijk een hele zware tijd geweest voor ons alle twee. Maar we zijn alle twee vechters en we zijn daar eigenlijk we zijn daar goed doorgekomen. Och, ik droom nog van zoveel. Hartje, godverdomme. Luc wil de wedstrijd van 10 kilometer uitlopen. Hij traint met zijn partner voor een week, Ivo. Wij hebben geen vrouw nodig, inderdaad. Nee. Helaas, de mannen die straks sterk uit de hoek zullen komen in gesprekken over de wielersport, houden vanavond weinig rekening met de aanwezigheid van een renner. Ze houden een feestje. Erwin blijft sportief, ook als hij niet op de fiets zit. Met de vrouwen erbij? Ja. Een hoop gezeiks. En een hoop gezeiks? Natuurlijk. Ja, drink niet zo vuil. Even alweer in de bok. Ja, drink niet zo vuil. Hou dat gediend, heb het zo goed gemooid. Mooie bal. Een horlogeje. Is het nog een tiet? Is het nog een tiet? Heb ze het gehuurd van die? Heb ze het gehuurd van die? Nee. Wij zitten nu 5 dagen zonder vrouw. Nee, al 5 jaar. Hoe is dat? Ik probeer nu alles op punt te krijgen. En als ik alles op punt heb staan, dan ga ik... Dan ga je weer één vriendin zoeken. Ja. Ja.